cadeautjes. Allemaal kleine cadeautjes. En dan gaan we om de 2 uur of zo gaan we een cadeautje geven. Allemaal kleine dingetjes zoals dit. Dat ze elke 2 uur iets nieuws te doen heeft. Boekje. Oké, guys. Het is even later. En we zijn aangekomen in het huis waar we de komende 2 weken blijven. En dan de laatste week blijven in een hotel. En ik ben al mijn kleding aan het uithangen en uitstallen. En op de bank aan het leggen. En Monica en ik hebben dezelfde schoenmaat. Dus ik zal eventjes laten zien hoe het in Monica de kamer eraan toe is. Daar staan namelijk al onze accessoires. Kijk. Hier zijn onze Gucci schoenen, loafers, onze Vans en allemaal andere laarzen. Onze tassen, Stash, is wel een beetje uit de hand gelopen. Er moet overigens nog meer bij, het wordt nog erger. En zonnebrillen en tassen. Tassen. Ja schat, kom maar aan. En tassen. Tassen. Oh, tassen. Tassen. En een baby. Waar is de baby? Daar is de baby. Hi, schat. Dus, almost done unpacking. Oké. Sander en Mo hebben boodschappen gedaan. Sander een kus geven. Echt super lief. En, echt een kutbui. We zijn naar In-N-Out geweest. Iedereen is nu aan het genieten van de In-N-Out. Dit zijn overigens mijn frietjes. Maar Olly mocht natuurlijk eventjes mee eten. We zijn na het eten heel hard gecrashed allemaal. En nu is het 4 uur 's nachts. En iedereen behalve Bibi is wakker. En dit is de situation. Cola, ei, brood. En Brekkie. En Mo en Olly zijn film aan het kijken. Oké, het is even later. En we hebben besloten dat we niet gingen slapen. Maar dat we gaan proberen de sunrise te bekijken. Dus we zijn nu snel aan het rijden. Het is 5:45. Dus let's see what's gonna happen. Was het niet 106? Ja, dat dacht ik ook. Power 106. Ik zei het gisteren tegen Monica nog. We hebben het toch opgezocht? Wat was het dan? Ja, 98.2 of zo. Daar stond hij ook op. Hij stond ook op een... Ja, maar dat is alleen maar, zeg maar, hiphop. En die power is nog... Er gebeuren ook andere dingen. Bibi en Sander en Monica zijn Starbucks aan het halen en wij zitten gezellig in de auto. Olly heeft eindelijk lekker een grote stoel. Heb je kriebel achter je oor, lieverd? Bibi. Waar is Bibi dan? Is Bibi in de Starbucks? Duk. Ja. Oké, Olly gaat zwemmen. En ze heeft... En ze heeft het allerschattigste zwempakje aan een drijfvest. Oké, guys, het is later in de middag en ik heb even een uurtje geslapen. En Olivia ook, maar die is nu weer gaan slapen. Want die is echt gejetlagd en Sander en ik zijn even naar de Starbucks gegaan. Tenminste, we zijn nu onderweg. Let's go. En zit daar een baas op mijn lens hier? Ik weet niet wat het is. Starbucks om ons wakker te houden en mijn broer is ook in LA. Oh, er zit een wasmerland, sorry. Mijn broer is in LA met zijn vriendin en een andere vriend van ons ook. En die komen allemaal bij ons eten vanavond. En dan gaan we pizza bestellen. Wij zijn net terug thuis en Olivia heeft net wakker gemaakt. Heeft jouw camera ook die zwarte lijnen, dat het zo knippert? Oh, yes, perfect. Dat is great. En ja, Olly is net wakker, zoals jullie zien. Ik heb er nog geen zin in. Mijn broer is hier ook. En hey. Sam. En we gaan nu lekker pizza eten. En hopen dat Olly nog een beetje wakker gaat worden. On the ball. Heb je daar nog zin in? Sorry. Nee, sorry. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Donderdag! We zijn net wakker en, tenminste ik ben net wakker, ik weet nog niet, en Bibi is net wakker.
En of jij net wakker bent, dat weet ik niet. Ja? Of jij net wakker bent, weet ik niet. En Sander heeft dit ontbijt gemaakt voor ons. Lekker. Good morning! Olivia. Dit is wel een, kijk, dit is een mooie review voor het hotel. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja. Dus vertaal ook goed, want mijn Engels is niet van mij, maar van Google. Bam! Oké, okay, het is even later. We hebben ons allemaal opgemaakt. Mijn haar is alweer bijna vet van de hitte buiten. Want het is... Sorry. Ik moet een concordage foto maken. Oké. Als ik mijn lippen zou doen, denk ik zo weer. We hebben Starbucks gehaald. En nu gaan we verder met onze fun day of fun. Toch, San? How's life with all the girls? No reaction? Ik zei net, we stonden voor de deur. Sander ging net de auto halen voor de deur. Toen zei ik, wat als die gewoon weglijkt? Echt niet, ja. Oké, dit wordt Olivia's eerste keer op een fiets. Daar gaan ze. Het is zo lief. Olivia. Alleen haar helmpje gaat af, denk ik. Wij zijn lekker gaan eten, we hebben super trek. En de eerste hapjes. Heb jij honger? Jij honger? Ik heb echt gewoon een beetje lekkere trek. Als ik jou honger heb, snap ik niet. Je hebt het ook helemaal niet gezegd. Oké, okay, wij zitten in de auto en het is 7:15. We zitten in de auto en het is 7:15. En wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Boeken nou eens goed. Poepen nou eens voelen. En daar nog een keer over doen. We gaan naar de Starbucks of naar de Pinkberry. Pinkberry. We gaan het huis opruimen vanavond. Olly. Oeh, nee. Oh. Olly slaapt. Ik zeg gewoon en. Ja. Oké, okay, we zijn weer terug in Hollywood. En dat is inmiddels donker. En we gaan lekker naar Pinkberry. Het wordt de eerste keer Pinkberry. Ik heb er zo'n zin in. Zo lekker. No, I'm good, thank you. Oké, guys, wij zijn weer thuis. En het is 10:00. En Olivia slaapt echt al vanaf 6-7 uur vanavond. En ik heb haar naar binnen getild. Maar kijk, ze ligt nu ook weer te slapen. Dus ik twijfel een beetje of ik haar naar bed breng of even wakker maak. Of wat ik zal doen. I don't know. Maar ik ga in ieder geval de vlog afsluiten, want volgens mij heb ik alweer best wel veel gevlogd. Ik vind het nu heel moeilijk om bij te houden. Nu ik zeg maar niet meer elke dag vlog. Dus ja, laat even weten wat je van deze vlog vond. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En dan zie ik jullie zondag weer.